Hey Koen, welkom hier in de kazerne. Dank je. En iedereen is natuurlijk super benieuwd. Jij bent ook een stopper. Voor jou speelt het ook nu. Hoe gaat het? Ja, eigenlijk hartstikke goed. Het is de derde dag nu voor mij. En ik ben echt wel de laatste dag van september ben ik gestopt voordat oktober begon. En ik heb nog niet echt momenten gehad. Ik denk zo, ik moet nu echt roken. Dus, en ook niet met nicotinepluisters. Dit is cold turkey. Goed, hartstikke goed. Dus tot nu toe gaat het heel goed. En wat werkt voor je? Wat doe je waardoor je denkt, maar daarom gaat het goed? Ik drink veel water. Ik probeer niet te veel alcohol te drinken. Dus wat dat betreft niet te veel in verleiding te komen. Ik denk tot nu toe dat het lastigst wordt komende vrijdag. Dat is het begin van het weekend. Dat was voor mij altijd het moment dat roken echt een vlucht nam. Dus dat moet ik nog zien, hoe dat gaat. En tot nu toe is het gewoon redelijk op tijd naar bed. Op het moment dat je echt moe wordt, dan ga je ook gewoon lekker slapen. Probeer het niet te rekken. En wetende van, als er een soort zinvleug opkomt, van ik zou er eigenlijk onwijs zin hebben om te roken. Ja, dat gaat ook eigenlijk zo weer over. Kijk, het is wel zo, moet ik zeggen, dat ik nu meer met roken bezig ben dan voordat ik stopte. Maar dat komt er ook doordat ik het er echt constant over heb. Bij mij op de radio, vannacht dan op Radio 1, nu hier weer. Dus je bent heel erg mee bezig. Dat wel. Hey Koen, maak je ook gebruik eigenlijk van de Stoptober-app? Ik heb hem wel meteen gedownload. En sowieso de eerste dag, dan krijg je een pushmelding, et cetera, ben je al gestopt. En nu is dan de eerste vraag, ben je nog rookvrij? Ja, gelukkig wel. En je bent heel goed bezig. Nou, dat is sowieso lekker om te horen. Vooral in het begin is het erg lastig, maar je bent goed op weg. Ga door met dit goede resultaat en blijf dagelijks de check doen om je resultaat te zien. Nou, gaan we nu doen. Trekken een sigaret is vaak na 3 minuten al weg. Dus zet door. Nou, dat soort dingen. En dat zijn wel de leuke dingetjes waar je iets aan hebt. Nou, en ik zit nu dus op dag 3 en hij telt dan ook op hoeveel geld ik inmiddels heb bespaard. Nou, dat is €5,40. Nou ja, dat is toch alweer 1 lekker speciaal biertje bijvoorbeeld. Of een dag boodschappen doen, dus kun je het ook zien. En ik heb een kalvrij badge. Mijn eerste badge heb ik te pakken. Top. Nee, dat is. Ik ben CO2-vrij. Oh, sorry. Nee, koolmonoxide-vrij. Dat ben ik. Gefeliciteerd. Ja, dat is een prestatie van formaat.